Optimisme in de politiek. Zo heet het boek van Alexander Pechtold. Dat verschijnt morgen. Op zich is het al opmerkelijk dat je nog in deze tijd optimisme kunt hebben. Ja, u kijkt net alsof ik alsof u het in Keulen hoort donderen. Ja, er zijn veel problemen. Maar we wonen toch op een prachtig stukje van deze aardbol. En als je toch kijkt wat we de afgelopen 50 jaar met name hier bereikt hebben. Of je nou naar levensverwachting, gezondheidszorg, jezelf mogen zijn, je geloof, je geaardheid. Dan hebben we toch enorme stappen gemaakt. Ja. En ik heb het gevoel dat daar nog veel meer mogelijk is. Maar als we blijven somberen, niet, nee. Goed, houden we op met somberen. Er zijn trouwens, het is wel echt ontzettend hip en happening om een boek te schrijven als politicus. Hè? Dat doet echt iedereen op dit moment. Nou, het is mijn tweede. Dus ja. Kees van der Staaij heeft er een, Sybrand Buma, Jesse Klaver, Gert-Jan Segers. Het houdt niet op. Ja, nee, voor de mensen die zeggen, god, die politici met die one-liners. Nou, ga maar eens lezen. Kijk maar eens, een heleboel one-liners achter elkaar. Ja. Ja. Even naar gisteren. Toen stond u voor de rechtbank in Leeuwarden. Dat was niet omdat u van iets verdacht was, maar omdat u daar in hoger beroep eigenlijk was zelfs. Ja. Vanwege een bedreiging. Wat was de aard van de bedreiging? Op Facebook, dat ik een kopschot moest hebben en daarbij een afbeelding van een pistool. Ja, in eerste instantie had de rechter, u weet dat zijn allemaal D66 mannen. Volgens mijn collega wel. Volgens uw collega Geert Wilders. Ja. Vond dat geen reden tot vervolging, maar u bent daarom ook in hoger beroep gegaan. Ik niet, het Openbaar Ministerie. Ja. En eerlijk gezegd wist ik niet eens dat die zaak in Groningen al gediend had. Want wij doen zo vaak aangifte dat het gebeurt nogal eens. Maar het Openbaar Ministerie... En u bent gewend dat je er meestal niks van hoort namelijk. Klopt. Ja. En het Openbaar Ministerie nodigde mij een aantal weken geleden uit om een verklaring in de rechtbank af te leggen. Nou, daar heb ik over getwijfeld. Wat is het effect daarvan? En toen bedacht, ik zit nu 10 jaar in de Kamer. Ik geloof dat ik 25 bedreigingen in de laatste jaren heb gehad. Oh ja? Misschien moet ik toch maar eens een keer laten weten dat ik het niet normaal vind. En voor mij was eigenlijk de reden waarmee de eerste rechter had gezegd, meneer Pechtold hoeft niks te vrezen. Dat was samen met het gevoel, ik ben ook maar een mens. En ik kan het ook niet uitleggen aan mijn omgeving om deze verklaring af te leggen. Ja. Is het, want u weet, nou ja goed, we weten natuurlijk dat er veel collega's van u zijn die in meer of mindere mate worden bedreigd. Die praten er meestal niet over. Ja. U praat er meestal ook niet over, want ik heb het u ook wel eens eerder gevraagd. Er is één man die al 12 jaar lang dagelijks wordt bedreigd en ik geloof met 6 of 7 man. He, Geert Wilders elke dag, elke beweging zo'n beetje moet maken. Nooit in zijn eigen huis kan slapen, nooit in zijn eigen bed, nooit in zijn eentje naar de winkels kan gaan. Het wordt eerder erger dan minder erg, geloof ik, in de samenleving. Ja, nou, kijk, ik wil onderscheid maken tussen beledigingen, beschimpingen, wat ik allemaal niet netjes onfatsoenlijk vind, en bedreigen. En dat laatste deel, dat vind ik, hoort niet in een democratie thuis. Maar het is er wel. Het is er. Ja, en hoe komt dat dan? Ik vind dat moeilijk. Mensen zijn... Kijk, vroeger als je iemand wat... Dan moest je keek vanavond en denk je, god, die Pechtold is een vervelende vent. Dan moest je een stuk papier indraaien, moest je dat gaan tikken. Moest je dan een postzegel op plakken. Nou, dan had je al 10 momenten het idee van, nou ja, laat maar zitten. Zo erg was het nou ook weer niet. En nu, mensen zijn vaak onbewust en gooien het eruit. En ik heb soms ook het idee dat ze denken dat het een figuur op tv is en niet bedenken dat het bij een mens binnenkomt. Ja, maar laten we zeggen, de D66-voorman die vorige week zo bekend werd omdat hij altijd zo'n draadje uit de brievenbus had hangen, Jan Terlouw, die haalde een tijd aan waarin dat niet gebeurde. Nou, we moeten niet naïef zijn. Kijk, geweld, dreigen, het speelt al langer. Alleen ik merk dat ieder debat, of het nou over Zwarte Piet, wat we toch bijna 11 maanden nu hier aan dit soort tafels doen, of over geloof. Daarom vroeg ik net ook. Word er niet moe van om elke keer, omdat je een geloof aanhangt, waar je zelf iets positiefs uit haalt, en dan moet je met cijfers komen, het is maar zoveel procent achter. Ja. Moet je er dan niet over praten, zegt u? Nee, want ik vind juist het gesprek over schurende grondrechten bijvoorbeeld, hè, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof, is interessant, maar we moeten ons, en daar merk ik, voel ik me steeds meer een vertegenwoordiger van, de grote groep die denkt, ja, prima, maar laten we elkaar ook een beetje wat ruimte geven. Laten we het allemaal niet zo zwaar. Het is alsof 10% aan de ene kant van de discussie en 10% aan de andere kant van de discussie. En dat die 80% daar midden? De 80 denkt van, ja, prima, laten we het een beetje oplossen. Laten we de tijd nemen om Zwarte Piet een beetje te veranderen. Laten we een geloof wat nog niet heel veel in aanraking is gekomen met de verlichting en democratie. 50 jaar, tenminste op West-Europa, zo lang nog niet. Laten we dat een beetje de ruimte geven om,
om zijn weg te vinden. Maar mensen die... Kijk, u zegt een beetje Zwarte Piet. Er zijn heel veel mensen die dat oprecht racisme vinden. Die zeggen, ja, hoe lang moet ik daar nog mee wachten? Nee, maar dus... Dat klopt. Godsdienst die uit naam van een godsdienst allerlei aanslagen doen. Nee, moeten dat, we dan maar een beetje denken, nou ja, gaat waait wel weer over. Nee, maar we hadden het over waar dat dan toe leidt. Ja, en ik merk... Dit leidt ertoe omdat mensen, gecombineerd met die felheid soms... die dan vaak niet tot oplossingen leidt... daarnaast natuurlijk ook te maken hebben met een wereld die zoveel sneller gaat. Ja. Zoveel meer vraagt van je om te incasseren. Vroeger had je de ochtendkrant en het avondnieuws. Tegenwoordig heb je er 10 pushberichten met ellende tussendoor. Ja. Wat er in Nice gebeurde, hè, die 3 kilometer dat die vrachtwagen erover reed... Er waren bij wijze van spreken mensen aan de ene kant van de boulevard... die op hun social media zagen dat er wat aankwam. Ja. Dat vergt van ons allemaal een enorm incasseringsvermogen. Terwijl de wereld was vroeger natuurlijk ook niet ideaal. Laten we eens gaan naar die wereld van vroeger. Want die wereld van vroeger is te vinden in dit schilderij. Dat hangt hier omdat u dat heeft meegenomen. Ja. Althans, u heeft ervoor gezorgd dat het hier is. Ja. Wat zien we hier? Ik beschrijf het in mijn boek. Het hangt in het museum Slager in Den Bosch. Ja. Vlak bij de Sint-Jan. Dus als u daar op bezoek gaat, ga kijken. Schildert familie Slager. Ja. Maar daar gaat het nu niet om. We zien hier 8 veteranen die in 1875 nog leven. En dat is dan 60 jaar na de slag bij Waterloo. En deze mensen, veteranenbeleid was toen ook al wat langzaam... worden alsnog koninklijk onderscheiden. Juist. Dat zijn de Bosschenaren die dan nog leven. Ja. En waarom het mij dierbaar is, is omdat een van deze kerels mijn bedovergrootvader is. Wie? Raden. Ja, dat is de vraag, want dat weten we niet. Lijkt. We hebben een tekening ja? En daar staat een man op zonder zijn hoge hoed. Maar die heeft enorme bakkenbaarden, dus het zou die man rechts naast het vaandel kunnen zijn. Dat dacht ik zelf, die man rechts naast het vaandel. Ja, maar over het algemeen hebben wij toch vrij lang onze tanden nog. En deze lijkt toch een gebitje te missen. Ja, maar die neus komt wel redelijk overeen, leek mij toch. Ja, zou kunnen. Maar de andere die er voor opgaat, en dat maak ik mezelf maar wijs... is de man die recht in de camera kijkt. Dat moet dan in degene, zitten. Dat moet een echte Pechtold zijn. Hij kijkt vrij onverschrokken. Maar waarom ik dit schilderij... Ik beschrijf in mijn boek... Ik probeer een beetje terug te kijken. Wat heb ik nou de afgelopen 10 jaar in de politiek zelf gedaan? En daarvoor, wat komt er uit mijn opvoeding voor? Als je bedenkt dat dit nu 201 jaar geleden is, die slag bij Waterloo. Toch een soort onafhankelijkheidsstrijd. Mm-hmm. Het continent in flink gedoe. 200 jaar daarna nog, hè, generaties jongeren werden er gewoon doorheen gedraaid. Ook in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En dat bedoel ik met optimisme. En dat is mijn eigen familiegeschiedenis. Dus ook, wat zijn we dan nu ongelooflijk veel verder? Ik wil nog even in de familie blijven. Want, maar we slaan een paar generaties over. En dan komen we bij uw vader uit. Die zien we hier. Ja. Die lijkt overigens... U lijkt ontzettend veel op uw vader. Hè? Ja. En het is niet te geloven, maar dat kleine hoopje wat hij daar in zijn hand... dat bent u. Ja. Waarom is hij een inspiratiebron voor u? Omdat mijn vader... uit een groot katholiek Brabantse gezin, want we kwamen nog steeds uit Brabant... en Den Bosch was dus de plek waar we naartoe gingen. Heel veel keuzes in het leven heeft gemaakt waar het niet voor de hand lag. Hij kwam uit een groot katholiek gezin, heeft zich losgemaakt... moest in Indië vechten als marinier. Heeft daar heel erg recht en onrecht... wat in onze opvoeding ik zou bijna zeggen, een rode draad is geworden... beleefd. Zich eigen gemaakt, nagedacht over geloof, over koningshuis, over wat is je nationaliteit. Het was natuurlijk weer een onafhankelijkheidsstrijd. Mm-hmm. Wij in Nederland toen met Napoleon. En hij werd geconfronteerd met daar een archipel van 200 miljoen mensen die dachten: wat komen die Nederlanders hier doen? En hij is gaan studeren toen hij 30 was. Het is voor mij een man... Ik moet het niet idealiseren, maar hij heeft mij iets meegegeven... samen met mijn moeder, waardoor ik denk, nou... Okay. Ik laat een volgende man zien en dan vertellen we daarna even... waarom hij ook een inspirator is. Tovering tevoorschijn, 2 baby-egels. Ze zijn watervlug, hoor. Kijk eens. Nee, dat geeft niks. Je durft hem toch wel te pakken? Nee, ja, dat durf je wel. Nou, ze. Wat kostelijk, hè?
Je hebt het mij te wil. Je hebt het mij te wil. Mm-hmm. Oh, hij bijt even. Ja, goed. Hey, waarom bijt jij mij? En iedereen die een egel vast heeft, is vanzelf een gelukkig mens. Jan Wolkers heeft u leren kennen eigenlijk via de kunst. Hè, toen u een stuk van hem had en zich afvroeg wat betekent AC, Artist Collection. Ja. Later veel in Texel geweest bij hem en Carina, zijn vrouw, kinderen. Ja. Ja. Wat heeft u meegekregen van hem? Nou ja, over optimisme gesproken. Als je van een beet van een egel optimistisch kan blijven. Ja, ja, ja. Ik ben eigenlijk wel jaloers zoals Wolkers het leven heeft geleid. Ja. Iemand die zo veelzijdig is. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd. Ik zou heel graag zelf iets kunnen, maar ik krijg nog niet een rechte lijn op papier. Maar zo durven te leven. Ja. Hè? De man die geen conventies had, die zijn meningen durfde. Ik voel mezelf wel eens, maakt de politiek natuurlijk ook geremd, dat je voorzichtig bent. Maar deze man was veelzijdig, maar ook leefde. En dat vind ik een voorbeeld. Oké. Okay. Nog één man, en dat is een beetje, ligt een beetje voor de hand. Althans, mensen die u een beetje volgen. Dat is Hans van Mierlo. We hebben een klein fragment waarvan u zei, dat vind ik leuk om even te zien, dat hij te gast was bij Ischa Meijer. Ja. Fractievoorzitter voor D66 in de Tweede Kamer, meneer van Mierlo. Is dat een leuke baan? Eerlijk zeggen. Nou, soms wel, soms niet. Wanneer niet? Als ik er de pest in heb. Wanneer heeft u de pest in? Als het niet leuk is. Wanneer is het niet leuk? Even serieus. Nee, even serieus, niet wegduiken. Ja, het is een vak waar je voortdurend op het scherp loopt. Dat is dus de leuke kant van het vak. En het is ook de gevaarlijke kant. En als het misloopt, de vervelende kant van het vak. Het is een ontzettend vermoeiend vak. Dus je bent soms gewoon veel te moe. En dan heb je er wel eens de pest in. Hans van Mierlo? Ja. De reden om de politiek in te gaan? Ja, ja. Ik hoorde in mijn studententijd die man praten en dan dacht ik, zo orden ik zelfs niet als ik nadenk mijn ideeën. Dat vond ik zo inspirerend. En waar mensen wel eens dachten dat Van Mierlo heel wollig was, nou, je hoort het, politici kunnen kort antwoorden geven. Ja, kan maar, dus wel. Het kan dus wel. Ja. Maar wel iemand die, en dat zie je ook hier, en het is bijna een duelleergevecht, hè, met die Ischa Meijer. Maar ze zitten hartstikke dicht op elkaar. Ja. Dan een heel klein tafeltje. Maar het is wel iemand die altijd aan Van Mierlo, niet voor niks zijn er ook zoveel uitdrukkingen van hem bekend. Die drong niet zijn mening op, maar die zette jou aan denken. Mm-hmm. Hij zei wel eens over geloof. Ja, ik ben agnost, maar ik doe er weinig mee. Ja. Nou, dat vind ik dan relativerend, mensen meenemend en waarom, ook een optimist. Waarom emotioneert hij u eigenlijk? Nou, omdat ik hem natuurlijk later in zijn carrière heb meegemaakt. En toen hij niet goed ging, nam ik het roer over. Hij was natuurlijk al een tijdje weg. En we hadden daar veel gesprek over. En het, niet zozeer alleen over de partij, maar ook hoe hij vond, wij vanuit onze idealen, nou ja, de maatschappij moesten ordenen. Mm-hmm. Impulsen, mensen kansen geven. En ja, dat ging. Hij was ook in zekere zin die partij. En toen het dus minder ging, voelde ik een enorme verantwoordelijkheid. Omdat ik merkte dat ik dacht, ja jongen, jouw levenswerk moet ik nu nog een beetje helpen te redden. Ja, mooi. U weet wat u te doen staat de komende maanden. Dat levenswerk nog even redden tot in ieder geval de verkiezingen. Optimistisch. Ja, optimistisch. Ik ga zo praten met Remco Vrijdag en Martine Sandifort, die we allemaal, Martine althans, dan kennen als dokter Corrie. En zo werd Alexander Pechtold nog een keer ondervraagd over de eerste keer zoenen. Ja. Hoe werkte dat bij u de eerste keer? We hadden een schoolfeest, 's avonds in de kantine. En daar was een meisje, die trekt me die dansvloer op. Ze kruipt tegen me aan, zoent me op mijn mond. En toen kwam het, duwde haar tong in mijn mond. Hè? Duwde? Ik schrok me eerlijk gezegd helemaal wild. Iedereen keek. Maar ergens vond ik het ook wel niet alleen spannend, maar misschien ook wel gewoon lekker. Oh ja, dus toch wel, hè? Is iemand anders aan tafel die dit eerste moment ook nog wil delen? Nou, ik heb heel veel gedoe thuis gehad met mijn kinderen. Ik zei, ja, dokter Corrie had mij gevraagd over tal van onderwerpen. En zoenen valt toch wel mee. Maar gek genoeg vonden ze dat het ergste. Dat willen ze van hun vader helemaal niet weten. Nee. Nee.